Is, dacht ik, waarom is het niet leuk als ik een soort van get ready for vacation video ga maken. In ieder geval, er ligt hier een hele grote berg met kleding die ik moet opruimen. En ik moet nog kleding uitkiezen voor vakantie. Dus ik dacht, hey, 1 en 1 is 2. Dus het wordt gewoon een lekker, lui, gezellig filmpje. Dus I know, guys. I know, ja. Yeah. Dus. Ik ben dus heel erg aan het afkicken van kleding kopen. Maar ik heb dus nu al een hele lange tijd voor mijn doen, ik denk nu een paar weken, niks meer gekocht. En dus I'm proud. Maar het is ook niet nodig, zou mijn moeder zeggen. Ja, ik ga naar Spanje, naar het huis van mijn oom, met mijn moeder. Oh, het valt al helemaal uit elkaar. Heel veel warme dingen zal ik denk ik niet nodig hebben. Maar ik denk dat ik wel bijvoorbeeld deze trui of zo wil meenemen. Dan heb ik meteen al 5 truien die ik mee zou willen nemen eigenlijk. En zoals jullie wellicht al eens hebben gezien, ik heb deze suit. Dat is de 55 mm. Die ga ik meenemen natuurlijk op vakantie. Net zoals ik foto's heb gemaakt, is zeg maar bijna 90% is mijn favoriet, laat maar zeggen. Dat is dus hetzelfde met kleding. Oh, bijvoorbeeld dit witte shirt ga ik ook meenemen. Ik heb eigenlijk nu al meteen een vakantie outfit aan, zeg maar. Ik had ook laatst, ik was naar Leeuwarden en toen zag ik dit liggen in de winkel. En ik dacht, I need this. Wat natuurlijk totaal niet waar is, want ja, niemand heeft echt woordzoekers nodig in zijn leven. Vind ik dit gewoon leuk om te hebben. Ik heb het ook echt heel weinig gedaan in die terugreis. 3 woorden gevonden, nou top. Dus dit is ook altijd een must-have op vakantie. Ik ga natuurlijk deze meenemen van Zafool. Ben ik echt heel blij mee uiteindelijk. En het handige is dus aan zo'n pakje, dat je het gewoon kan combineren. Ik kan dit topje gewoon bij een ander dingetje doen. En op het broekje kan ik dan een shirtje gooien. Dat is toch helemaal top. Wauw, wat perfect. Ik hou gewoon heel erg van kleding. Ik weet niet of ik echt een hele speciale... Ik heb niet echt zo'n Annanoushin-stijl of zo. Maar het is mijn eigen stijl. En ik merk dat jullie ook leuk vinden. Nou ja, dat jullie mijn stijl leuk vinden. Dus dat is ook wel goed teken. Dus ja, ik ben er wel veel mee bezig. Ik vind het ook echt wel leuk om outfits samen te stellen nu. Dit is echt mijn favoriete trui ever. Ik heb dus deze trui. En deze trui bij de Pull & Bear gekocht. En ze waren 5 euro per stuk. Want er was een grote sale. Ze ook gewoon allebei in oversized L gedaan volgens mij. Dat doe ik eigenlijk meestal met truien. Deze is ook echt enorm. Deze heb ik dus van Marije volgens mij een keer gekregen. Ik dacht eerst van, lastig model of zo. Waar doe ik dat nou bij aan? Maar toen was het ook nog niet echt heel erg warm. En nu kan ik hem echt bijna bij elk ding matchen. Ik vind hem echt heel leuk. Korte mouwen een beetje. Het is een dun stofje. Het is gewoon echt een zomerjack. Laten we het daarop houden. En natuurlijk deze van Zafool ook. Ik ben er dus achter gekomen hoe dat jurkje helemaal goed werkt. En nu ben ik er echt heel blij mee. Ja, ik vind hem echt wel heel chill. Het is ook zoiets wat je gewoon aantrekt. Lipstiftje, mascara en you're good to go. Deze gaat sowieso mee. Jaws, I mean... Weet je, dit is gewoon zo'n fladderding dat je naar het strand aantrekt en dan weer uittrekt. En dan gewoon weer aantrekt als je een ijsje gaat halen of zo. Oh nee, zit mijn haar in. Could have known that this would happen. Zoals waarschijnlijk meerdere ook van jullie weten, ben ik super lang. Voor degene die het niet weet, ik ben 1,80. Nou ja, misschien is dat niet super lang. Maar voor meiden is dat best lang. Ik moet dus nieuwe sandalen sowieso nog kopen voor de vakantie. Want ik heb al van die sandaletjes, die zijn helemaal afgetrapt en kapot. Dus nu heb ik eigenlijk alleen maar slippers, mijn fila's en deze. En dit is eigenlijk het enige hakje dat ik aandurf. Het is natuurlijk echt zo'n zielig mini hakje. Oh, ik moet eigenlijk passen of ik deze nog pas. Jongens, dit was van Ponkepop van 2 jaar geleden of zo. Ik vond het echt een fantastisch ding. Dit heb ik eigenlijk dus laatst bij de Bershka gekocht, maar dan een langere variant. Deze heb ik ook een beetje herontdekt. Heb ik heel lang niet meer aangehad. Maar het is dus zeg maar gewoon echt een wikkelrok. Heel chill denk ik ook om naar het strand aan te doen. Als ik daarna dan denk van nou, ik ga nu naar het strand en daarna gaan we nog even naar het stadje toe of zoiets. Je moet hem dus echt wikkelen. En ik heb dus een keer gehad dat ik hem destijds met Emmy had ik hem aan. En toen, toen ging ik gewoon los. En toen had ik er ook niet een broekje of iets onder. Dus toen stond ik in mijn blote onderbroek in Amsterdam. Gelukkig werd ik opgevangen door Emmy, dus dat scheelde. Voordat jullie me ook echt enorm judgen over mijn kast. I get it. It's insane. It's not okay. Maar aan de andere kant deel ik een kamer met mijn zus. Dus het is wel, zeg maar, 2-persoons kleding. En een 2-persoons best wel shopaholic kleding. En ik weet ook niet hoe ik het praktischer kan doen. Want ik ben gewoon zo'n persoon zo van, heb ik het aangekomen?
aangehad, leg het ergens neer. Heb ik het weer aangehad, leg ik nog iets ergens neer. En dan stapelt het soort van zich op. Hoe doen jullie dat, jongens? Wat is jullie... Weet je, hoe regel je dat je niet meteen weer na... Dat je één dag een schone kamer hebt, dat meteen weer een bende is? Want ik kan het niet. I'm sorry, future husband. Ik heb het aan mijn mes. Oh ja, dit is ook leuk. Ik heb deze laatst van mijn zus gekregen. Pantalonachtige broek. Slash soort van een joggingbroek. En ik vind hem wel echt heel leuk. Ik moet even kijken. Misschien is dit ook wel een chillen om mee te nemen. Want dan stel ik wil er toch leuk uitzien. En het is een minder lekkere dag of zo. Dan heb ik een soort van lekker broekje bij me. En hij is ook niet te dik volgens mij. Nou, gewoon een zwarte spijkerbroek vind ik altijd wel handig om te hebben. Ik heb dit ook een keer voor een video gekocht. Heel die video nooit gemaakt. En nu heb ik gewoon 30 witte mannen shirts. Which I love. Because ik vind dit fantastisch. Gewoon thuis, gewoon in slapen. Of gewoon bij een, weet ik veel, een broek outfit af en toe. Heerlijk. Deze. Deze moet ook mee hoor. Ik had dus eerst dat ik helemaal niet veel jurkjes had. Ik heb er zoveel nu. Oké, meer jurkjes en dingen. Maar ik heb dus ook wel een paar jurkjes van afgelopen jaren. Maar omdat ik dus vorig jaar bijvoorbeeld ook niet op vakantie was geweest, heb ik ze ook niet kunnen gebruiken. Deze van Pull & Bear was dit. Dat was ook in de sale toen. En toen dacht ik, oh my god, echt fantastisch. En toen heb ik hem één keer gedragen of zo. Deze had ik aan bij de video met Quinty. Dat is echt lang geleden. Dit zijn een paar jurkjes die ik ook even moet testen weer. Of ik die pas. Deze heb ik dus ook pas gekocht bij de Primark. En ik dacht, het is net even iets fancier of zo. Deze heb ik ook al heel lang. En deze heb ik gekocht in Frankrijk met Marije, volgens mij was dit. Sarah, ook een sale. Dit is geen jurkje, maar het is een broek dingetje. Maar ja, het lijkt gewoon op een jurkje. Deze heb ik ook gekocht met het idee van, ik moet echt een jurkje hebben. Maar heb hem dan nooit meer aangehad. Deze is wel gewoon heel chill. Maar aan de andere kant ook weer niet. Want deze schijnt heel erg door. Dit is dan zoiets wat dan wel gewoon kan als je naar het strand gaat. Want ik ga toch naar het strand en dan maakt het niet veel uit of zo. Strandwear is altijd een beetje een soort van een loophole. Zo van, het kan niet naar het dorpje, maar het kan wel naar het strand. Zo gaat het in mijn hersenen of zo. Deze heb ik ook nog. Maar deze is iets minder praktisch. Want je moet hem helemaal knopen. Maar dit is dan een leuk jurkje denk ik om gewoon naar een dorpje aan te doen. Als je weet dat je hem wel gewoon de hele dag aanhoudt. Want hij is heel luchtig. Hij is heel chill. Alleen je moet hem dus wel even helemaal van top tot teen knopen. En dat is gewoon irritant. Als je dat zeg maar op het strand moet gaan doen. En dan moet je nog een keer. En dan weer. Dat is gewoon irritant. Open rug en zo. Die gaat sowieso mee. Dit jurkje heb ik ook al 15 jaar of zo. Dus ik denk dat die te kort is. Dit heb ik ook bij Pull & Bear. Ik vind Pull & Bear... Ik heb heel veel Pull & Bear ineens. Ik vind hun blouses heel fijn. Ik heb er nu nog maar twee, maar ik wil eigenlijk wel meer. De size vind ik gewoon heel chill. Zeg maar hoe die valt. En aan de achterkant dan een printje. Dus het is ook lekker zomers. Ik ben hier echt... Oh. Verliefd op. Voelt een soort van classy als je deze trui aan hebt. Oh, deze ben ik ook heel blij mee. Een paar van deze items heb je natuurlijk voorbij zien komen in mijn lookbook. Ik zal hem even linken als je hem nog niet hebt gezien. Beetje summer inspo video. Voornamelijk ook met het idee van je gaat op vakantie. Je hebt maar een bepaald aantal items die je mee kan nemen. Terwijl ik gewoon heel mijn kledingkast meeneem, maar oké. En dit is ook gewoon zo'n topje dat heel makkelijk overal bij past. Ja, dit dus. Dit was blijkbaar nog iets wat ik gewoon weggerepressed heb. Dat ik dit ooit heb gekocht. Dit model zou een soort van net onder je broek moeten vallen. Dat doet het niet. Ik heb hem ook nooit meer aangetrokken. Ik heb zo zin om lekker bruin te worden. Dat is echt maar zo'n zachte maxi dress en een wat fancier maxi dress. Ik heb heel veel tussenjurkjes, dus dat komt goed. Jurkjes voldoende, broekjes niet zo hoor. Dit is misschien ook wel een goede trui om mee te nemen, omdat het zeg maar bijna niet een trui is, maar net wel. Het is heel dun stofje, maar dan heb je net misschien iets voor in de avond. Het ding is dus, ik moet waarschijnlijk niet zoveel topjes en zo meenemen, want ik heb gewoon niet zoveel broekjes. Heel veel broeken. Dit zijn helemaal allemaal lange broeken. Dit is ook van Pull & Bear. Echt mijn favoriete blouseje ooit. Love it. Oké. Oeh, deze is handig. Dit jurkje moet ik een keer passen. Dit had ik in 2015 gekocht en ik vond hem heel cool. Maar ik heb hem eigenlijk heel weinig aangehad omdat ik hem gewoon heel spannend vond om aan te trekken ofzo. Oh, dit is ook iets wat ik heel leuk vond. Maar dus nu heel vaak niet meer heb gedragen. Ook eentje die ik moet passen. Ik ben heel sentimenteel. Ik kan ook gewoon dingen niet zomaar weggooien. Dan denk ik, ik doe het vast nog wel een keer aan. Nee. Oeh, dat ging bijna niet goed. Maar situatie... Dingen die ik heb geselecteerd. Dingen die ik moet passen. Andere dingen. Boeken. Dingen die nog opgeruimd moeten worden. Juist. Dit is ook een shirtje waarvan ik dacht, oh my god, dit is zo fashionable. Hier ben ik echt super, het zou super mooi staan. En ik heb het nooit meer gedragen. Het zijn geen miskopen. Het zijn gewoon sommige dingen die ik wel aan heb gehad, maar gewoon niet zo vaak. Want, oh, ik val bijna weer. Oké. Ik ben in ieder geval geslaagd.
Yay! Maar ja, wat nu? Want ik ben van plan om gewoon te werken. Dus geld te verdienen, want dat moet nu. Oh. En daarnaast heel veel tijd gaan steken in YouTube. Elke keer zeg ik het, maar betere content te maken. Een beetje meer experimenteren. Focus leggen op fashion dus ook. Het kanaal gaat niet helemaal fashion worden, maar het gaat wel een wat groter onderdeel worden. En dus blijven vloggen. Dus ik ben wel heel benieuwd. Dit is een beetje wel het jaar, zeg maar, dat ik het wil maken of wil proberen. Of hoop te slagen in het YouTube. En ik hoop ook dat jullie me blijven steunen en dat jullie mijn video's leuk blijven vinden. Dit heb ik ook lang geleden gekocht. Vond ik ook helemaal fantastisch destijds. Wauw. Deze bedoelde ik. Dit gaat sowieso mee. Want dit vind ik echt heel chill. Ook iets waar je letterlijk alles bij kan aantrekken. En het is gewoon chill. Het lijkt me zo leuk om een keer een Audrey Hepburn themed fotoshoot of lookbook te doen. Oh my god, dat ga ik een keer doen. Voor de mensen die niet Audrey Hepburn kennen. Hepburn, wat een vrouw. Classy, dat is wat zij uitstraalde. En ik vind het een beetje underrated geworden, zeg maar, in 2018. Dat elegante, ja, ik mis dat soms. Niet per se veel make-up. Dat zie je gewoon niet heel veel meer voorbij komen. Ik vind dat wel zonde, want ik vind dat juist heel mooi. En dat vrouwelijke ook. Nou jongens, dit is het eerste item wat ik dus al heel lang heb. En gewoon nooit meer heb gedragen. Gewoon sneakers eronder, petje op, fanny pack. Lekker op reis. Nou, oké, dit is dus die ene waar ik het over had die ik al sinds 2015 heb, volgens mij. Ik weet niet, ik vind het een interessant jurkje. Hij is wel mooi. Misschien moet ik hem een kans geven. Waarschijnlijk wil ik alles nog een kans geven en doe ik het alsnog nooit aan. Het is geen jurkje, het is een top. Wat erg. Ik herontdek kleding. Nou, het is aan de ene kant beter dat ik nu dingen herontdek. En ze weer aan ga doen en nieuwe dingen kan stylen. In plaats van dat ik daadwerkelijk nieuwe dingen ga kopen. Dus aan de andere kant, top. Pas hem gewoon nog. Ik pas alles gewoon nog. Hij is wel iets korter natuurlijk dan eerst. Dus qua... kan het net. Maar ik pas hem nog. Wow. Ik weet niet zo goed hoe ik me bij dit voel. Hij is leuk, wel simpel. Maar ik weet niet of ik deze lekker ga vinden om een keer aan te doen. Dit jurkje vond ik echt helemaal fantastisch vroeger. Ik was het nog steeds. Ik heb matching nagellak op mijn tenen. Sick. Ik weet nog dat ik dit op mijn studie in mijn eerste of tweede jaar aandeed. En dat iemand echt van, wow, durf je dat aan naar school? Dat ik echt had van, En ik was deze wederom ook nog steeds. Nou, deze ga ik sowieso houden, want dit is echt gewoon een heel chill, fijn, simpel jurkje. Oké, hij is wel onder de borst. Hij is zeg maar een beetje van what you thought you got and versus what you get. Oké, bovenkant vind ik eigenlijk uiteindelijk toch wel leuk. Dit is dus de broek. En het hoort volgens mij ook wel dat het zeg maar een driekwart is. Zo zit hij toch leuker dan dat ik dacht. Jongens, ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen en te laten weten waar jullie heen gaan op vakantie deze zomer. En dan hoop ik dat jullie het leuk vonden. Dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doeg!